sta hier in de rij om me kandidaat te stellen voor de wijk Pendrecht-Zuidwijk. En dat doe ik omdat ik al een jaar, sinds januari 2021, geloot ben in het wijkteam. En ik vind het ontzettend leuk werk. En je kan echt wel invloed uitoefenen over de beslissingen en dingen die in jouw wijk spelen. En dat vind ik heel belangrijk om daar de wensen van de bewoners voor te verzamelen en te proberen om dat voor elkaar te gaan krijgen. Nou, ik vind dat mensen meer autonomie moeten krijgen in hun eigen wijk en meer zeggenschap. Dat is het. Waarom ik dat doe? Ik ben de oog en de oren van de wijk, Feyenoord. Ik kom uit Feyenoord. Diversiteit is heel belangrijk. Dus niet van één doelgroep, maar van meerdere doelgroepen. En dan heb je ook meer te zeggen. Je kan kennis uitwisselen met elkaar. En dan heb je met elkaar heel veel te doen, denk ik. Nou, ik ga het doen voor Charloes. Een wijk, daar woon ik nu 5 jaar. Daarvoor 5 jaar hier ook op Rotterdam-Zuid. En ik vind het gewoon leuk. Ik ben altijd eigenlijk al betrokken bij de wijk. En het lijkt me leuk om dat op deze manier verder te gaan doen. Ja, ik ga me inschrijven voor de wijk AZ. Ik zit nu in de gebiedscommissie Charloes. Dus ik ben er al deels mee bekend. En ik wil gewoon wel betrokken blijven bij de wijk. En ik ga me inschrijven voor Tuinbouwwijk. Wat ik verwacht is dat we eigenlijk doorgaan hoe we geëindigd zijn als gebiedscommissie. Dus veel voor de wijk betekenen. Alleen nu voor een kleine gedeelte dan. En dat je de bewoners in hun kracht neerzet. Omdat het belangrijk is dat mensen die in de omgeving wonen laten horen wat er speelt in de wijk. Ik denk dat het belangrijkste is oren en ogen van de gemeenteraadsleden. Dus om te voorkomen dat het bestuur te ver op afstand komt, moet je toch zorgen dat er representatieve wijkraden zijn. Dus we willen gewoon proberen om Carnisse weer mooi op de kaart te zetten, zodat die multicultie kan zijn, waar iedereen zich vrij en blij voelt en dingen kunnen doen die met elkaar zijn. Zodat je je speklak kan kopen, een Turks of een Pools brood, dat maakt allemaal niet uit. Maar het moet wel gemêleerd blijven en het moet netjes worden, vooral netjes. Dus ik hoop dat de ambtenaren echt goed naar de burgers luisteren. Dat inschrijven doen wij omdat wij vinden dat de mensen met een functiebeperking nog niet voldoende vertegenwoordigd is in allerlei organisaties. En dat houdt dus dat wij eigenlijk ondergesneeuwd worden. Ik hoop ergens het verschil te kunnen maken en ik ben wel benieuwd wat het allemaal in petto heeft. Ik probeer er zo open mogelijk in te gaan. Dus zo. Ik ken mijn wijk heel erg goed. Ik ben er geboren en getogen in Feyenoord. Dus ja, mij moet je hebben. Voor de gebied Katendrecht Wilhelminapier. En ik doe dat. Ik woon in dat gebied uiteraard. En ik woon daar met veel plezier. Ik zie heel veel gebeuren in dat gebied rondom de Rijnhaven. En dus daar wil ik graag een beetje bovenop zitten namens de bewoners. Waarom ik dat doe is omdat ik me wil inzetten voor het Oude Noorden. Ik kom uit de wijk, ik ben iemand van de wijk. Dat is de reden waarom ik mij wil inzetten voor de wijk.